De presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling Paramaribo heeft de erbarmelijke situatie van Apollo Hall onder de aandacht gebracht van minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken OW. De werkgroep onder leiding van de voorzitter Harold Pultu heeft een heel vruchtbaar gesprek gehad met de minister. Dit gesprek ging over het appartementencomplex Apollo Hall te Pontbuiten, die in een totaal verwaarloosde en vervallend staat is komen te verkeren. Het onderhoud heeft plaatsgevonden op 20 december 2022. Er wonen op deze locatie 23 volwassenen en 47 kinderen. Vanwege de verslechterde staat van het pand bestaat er groot gevaar voor ongelukken voor kinderen, als ook brandgevaar. Verder ontbreken er basisvoorzieningen, zoals badkamers en toiletten, met bijkomende problemen als slechte afwatering, lekkages en een ontbreken van een poort. De bewindsman heeft zijn volle medewerking toegezegd bij het oplossen van de bovenstaande problemen. De vrouwen in dit complex zijn vrijwel alleenstaande moeders. Voor hen zal er in 2023 een speciale training worden verzorgd door diverse deskundigen, waarbij er tours zullen worden aangereikt voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarbij zal onder andere de focus worden gelegd op family planning. De overige onderwerpen zijn opvoeding anno 2023, misdaadpreventie, hoe identificeer ik crimineel gedrag in mijn huis, budgetteren en ondernemerschap. Aan deze moeders zal worden meegegeven andere alleenstaande moeders aan te moedigen, te motiveren om mee te doen met komende trainingen voor alleenstaande moeders in hun wijken.